Ludo Gisberts. Relatief traag vertrokken. En bij het tussenstation na 14 kilometer moet alleen nog Claudie Criquillon voorbij komen. We wachten op zijn tijd, terwijl hier nu Fons de Wolf het Heyzelstadion binnenrijdt. Fons de Wolf, die in 1981 tweede werd in de grote prijs. Eddy Merckx. Hij is 32 jaar oud. Zeven jaar geleden, dat waren zijn beste jaren. Tweede dus, voor Bernardino. Dit is dan weer Fons de Wolf. Fons de Wolf, 14e op 18, na 14 kilometer. In Meissen, richting Wolfertem, Nieuwelaan. Caniello dus, schitterend kampioen van België bij de Nieuwelaan. Want na 14 kilometer moest hij zijn ploegmaat Van Hooijdonk slechts 13 seconden toegeven. En Guls zal wellicht Fons de Wolf gaan bijhalen. Fons de Wolf die 2 minuten voor hem is gestart. Dat zal u daar zien gebeuren. Fons de Wolf hier op weg naar de eigen streek. Hoewel hij sinds zijn huwelijk met de zus van Patrick Onnox is uitgeweken naar de omgeving van het dorp. Liverpool wil er kennelijk nog eens staan in de najaarsklassiekers. En daar is dan pas Fons de Wolf, 2 minuten voor Guls gestart. Maar, zoals we hebben kunnen zien onderweg voorbijgereden, 1 uur, 19 minuten en 16 seconden.